Vandaag zijn we in Amsterdam bij de World Summit AI, onderdeel van de World AI Week. Een evenement met enkele tientallen evenementen door de hele stad heen op het gebied van artificial intelligence. World Summit AI has been running for 3 years now. And it's a multidisciplinary summit which is looking at bringing international attendees from all different backgrounds to do great content and accelerate progress towards the United Nations SDGs. We zijn hoofdsponsor, we zijn natuurlijk een top technologiebedrijf. Ons hele ecosysteem is hier, universiteiten, collega's, klanten, noem maar op. Dus wij vinden het heel belangrijk om hier te inspireren en zelf ook om geïnspireerd te worden natuurlijk. Malta has decided to participate because at the moment we want to place ourselves as the leading European country or global country offering a safe and trustworthy ecosystem when it comes to artificial intelligence, blockchain and other technology solutions. Canada heeft een heel belangrijk AI-cluster in Montreal. En zoals u weet wordt World Summit AI volgend jaar 2020 in april ook in Montreal georganiseerd en gehouden. Net als dit jaar. En er komen veel Canadese bedrijven naar Amsterdam toe. En we zullen zien dat volgend jaar in april er ook weer veel Nederlandse bedrijven naar Canada toe gaan. AI is een van onze belangrijkste groeigebieden binnen ons bedrijf. En dit event is eigenlijk het allergrootste in zijn soort in Europa. Wat je ook ziet, dat eigenlijk meer dan de helft van de mensen komen uit het buitenland vandaan. Wij vinden het heel belangrijk om hier als bedrijf te staan, om onszelf goed te kunnen vertegenwoordigen. En te kunnen uitleggen wat wij eigenlijk gebied van AI kunnen betekenen voor de mensen. Waarde is belangrijk, hè? Dus kijken van waar loopt een bedrijf tegenaan? Wat is de strategie van een bedrijf? En hoe kan je dat vertalen naar data en acties? Bijvoorbeeld hier een van de demo's. Het gaat over het optimaliseren van het verkoopteam van een van onze klanten. Wat je hier ook ziet is dat we daarmee dus eigenlijk al 30% stijging in de conversierate maken. Dus dat is het waarde toevoegen, het toepassen van de intelligentie. En een return on investment binnen 3 maanden. Dus een supermooi resultaat. Daar gaat het om. Wat je ziet, eigenlijk AI heeft een bepaalde mystiek om zich heen. Er wordt heel erg naar gekeken van wauw, nieuw, gaaf, fantastisch. Er wordt heel veel innovatie meegedaan. Er wordt een hele mooie experiment gedaan, dat vaak noem je het innovatietheater. Daar gebeuren heel veel dingen. Maar echt daadwerkelijk AI naar de werkvloer brengen, in een primair bedrijfsproces inbedden, dat zie je dan maar heel weinig gebeuren. Eigenlijk maar in 20% van de gevallen. Dus de meeste vragen gaan erom van joh, hoe kan je mij helpen om mijn experiment, wat in een laboratorium prima werkt, in een innovatietheater, hoe kunnen we het eigenlijk naar een productieomgeving krijgen? Hoe kan je me helpen daar echt mijn klant mee te bedienen of mijn werk beter te kunnen doen? Dat is eigenlijk waar de meeste vragen over gaan. So I would say the main thing that we want people to get out of World Summit AI is how to use AI in action, but do it in a responsible way.